Het is nog altijd dezelfde leider, Ismaël Dupré. Wordt gevolgd door Hellcat. Aan de buitenkant naast Hellcat ligt Jay Cash, de twee trainingsgenoten en stalgenoten. 20-8 de tweede tussentijd. Espresso Doppio ligt er prachtig in. Daarachter aan de relingzijde zit vast harmonieus wel. Krijgt aan de buitenkant naast zich Killmister. Daarachter Happy New Day, die gaat nu ook naar het tweede spoor. En daarachter volgt Italian Well. Gaan de paarden de Z-turfbocht in. We hebben nog 700 meter te gaan. Druk wordt groter op de leider. Ismaël Dupré leidt. Aan de buitenkant daarnaast ligt Jay Cash. Daarachter aan de relingzijde krijgt alles op maat Hellcat. Ook een mooie koers aan de buitenkant voor Espresso Doppio. Vijfde plek is voor harmonieus wel. Zesde ook nog aangesloten Killmister. Nu wordt de druk vol op de leider gezet. En die wordt gepasseerd galoppade van Jay Cash die er net voorbij was. Jay Cash was voorbij. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Maar nu is het gewoon weer dezelfde leider. En dat is Ismaël Dupré die als eerste op weg gaat naar de laatste bocht. De volgende die hem gaat aanpakken is Espresso Doppio. Tussentijd was 16-2. Paarden gaan de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda bocht. Proppen gingen eruit bij de koploper. Galop nummer 2. Ismaël Dupré leidt. Espresso Doppio aan de buitenkant. Hellcat aan de relingzijde. Dat zijn de voorste drie. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn ook harmonieus. Welkom er nog aan. Laatste meters. Espresso Doppio gaat het proberen bij Ismaël Dupré. Ismaël Dupré aan de binnenkant. Daar ging het dichttrek hoofdstel dicht. Ook daar reageert hij nog een keer op. En dat levert hem de winst op. 13-2 de laatste 500 meter. Ismaël Dupré de winnaar. Tweede plek is aan de relingzijde voor Hellcat. En derde aan de buitenkant. Espresso Doppio 16-3 voor de winnaar. En daar zijn de voorlopige winnaars al van koers 4 in de Pre-Fabulous Wood. Paard nummer 8, Ismaël Dupré met Robin Bakker. En die gingen rond in 1-16-3. Ismaël Dupré is een 6-jarige bruinruim van Powerjet uit Adéjajora. Gefokt in Frankrijk in eigendom van de Spangrahoeven. Trainer Bas Crebas en winnende rijder Robin Bakker. Die al meerdere keren wist te winnen met dit paard van de Spangrahoeven. En die delen allemaal in de feestvreugde. Mooie overwinning van Robin, die krijgt op dit moment de bloemen. Het handen van Anja Koops. Robin, gefeliciteerd. Mooi ingedeelde rit. Ja, hij stond natuurlijk op papier mooi erin. Alleen buitenkant. En het was nu 21 meter. En hij kon goed beginnen. En ja, Jeffrey had nam eerst de kop naar de eerste hoek. En toen kon ik overnemen. Jeffrey zei ook, als je doorrijdt, dan mag je de kop wel. En die van hem liep ook voor het eerst natuurlijk nou weer na de lange tijd. Dus, maar ja. Aan de overkant dacht ik even dat ik verrast zou worden door Jaap. Hij liet ze eigenlijk makkelijk voorbij lopen, maar ja, toen sprong die van Jaap eruit. En, ja, hij maakt het sterk af nu. Hij is wat flegmatiek, maar hij heeft nog genoeg achter de hand. Ja, hij zat een beetje. Je mag natuurlijk niet zoveel meer met de zweep. Dus je moet. Het mooiste is dat hij even dat hij hem een beetje wakker kan houden. En, het is een beetje beperkt nu, maar ik ben blij dat hij weer een rit wint. Super Robin, gefeliciteerd. Dank je. Mooi zegen van Robin Bakker en Ismaël Dupré. We gaan de foto's maken samen met de Spangrahoeven. En ook met Dennis Minema aan het hoofd van het paard. En Robin Bakker is op het moment ook het leider in het klassement bij de Piqueurs. Dit is al wel zijn 11e overwinning op Nederlandse bodem. Een bliksemstart van de man uit Blauwhuis. Dames en heren, geef ze een applaus. De winnaars van koers 4, de Pre-Fabulous Wood. Paard nummer 8, Ismaël Dupré met Robin Bakker. Start valt. Alle paarden mooi aan de auto ook. Espresso Doppio. Is niet het snelste weg, dat hoeft ook niet. Leiding gaat naar harmonieus wel. Daarachter op de tweede plek ligt Happy New Day. Driedik gaat de eerste bocht in. Ismaël Dupré aan zijn binnenkant trekt mee Hellcat. En zo gaan de paarden de Z-turf bocht in. Mooie vos aan de leiding, harmonieus wel, maar daar ligt hij niet zo heel lang meer. Want er gaat een andere vos hem zo meteen voorbij, dat is Hellcat. Hellcat neemt de leiding over, ook Ismaël Dupré drukt nu door aan de buitenzijde, wil daar niet blijven liggen. Maar Hellcat staat er niet onbekend dat hij heel makkelijk afgeeft. Integendeel, Hellcat wil zelf graag gaan kop. En zo gaan we de eerste 500 meter door. Hellcat aan de buitenkant, Ismaël Dupré, en die mag er blijkbaar toch langs. 14-3 de opening. En Ismaël Dupré wordt de nieuwe leider. Ismaël Dupré, Hellcat, dan harmonieus wel, dan Happy New Day. Daarachter aan de relingzijde ligt Giel Wildhagen met Killmister. Het eerste paard aan de buitenkant is Jay Cash. Die krijgt eigenlijk een parcours wat hij niet zo prettig vindt. Want hij moet zelf met de neus in de wind, de deelnemer die achter hem aangaat. Dat is Espresso Doppio. Die heeft daar een fijner parcours. En daarachter aan de relingzijde ligt nog Killmister. En die wordt nog gevolgd door Italian Well. Paarden in de rechterlijn voor de tribune. Straks nog één ronde te gaan.
En het veld schuift in elkaar. Het is nog altijd dezelfde leider, Ismaël Dupré. Wordt gevolgd door Hellcat. Aan de buitenkant naast Hellcat ligt Jay Cash, de twee trainingsgenoten en stalgenoten. 20-8 de tweede tussentijd. Espresso Doppio ligt er prachtig in. Daarachter aan de relingzijde zit vast harmonieus wel. Krijgt aan de buitenkant naast zich Killmister. Daarachter Happy New Day, die gaat nu ook naar het tweede spoor. En daarachter volgt Italian Well. Gaan de paarden de Z-turfbocht in. We hebben nog 700 meter te gaan. Druk wordt groter op de leider. Ismaël Dupré leidt. Aan de buitenkant daarnaast ligt Jay Cash. Daarachter aan de relingzijde krijgt alles op maat Hellcat. Ook een mooie koers aan de buitenkant voor Espresso Doppio. Vijfde plek is voor harmonieus wel. Zesde ook nog aangesloten Killmister. Nu wordt de druk vol op de leider gezet. En die wordt gepasseerd galopaarden van Jay Cash die er net voorbij was. Jay Cash was voorbij. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Maar nu is het gewoon weer dezelfde leider. En dat is Ismaël Dupré die als eerste op weg gaat naar de laatste bocht. De volgende die hem gaat aanpakken is Espresso Doppio. Tussentijd was 16-2. Paarden gaan de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda bocht. Proppen gingen eruit bij de koploper. Galop nummer 2. Ismaël Dupré leidt. Espresso Doppio aan de buitenkant. Hellcat aan de relingzijde. Dat zijn de voorste drie. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn ook harmonieus. Welkom er nog aan. Laatste meters. Espresso Doppio gaat het proberen bij Ismaël Dupré. Ismaël Dupré aan de binnenkant. Daar ging het dichttrek hoofdstel dicht. Ook daar reageert hij nog een keer op. En dat levert hem de winst op. 13-2 de laatste 500 meter. Ismaël Dupré de winnaar. Tweede plek is aan de relingzijde voor Hellcat. En derde aan de buitenkant. Espresso Doppio 16-3 voor de winnaar.